Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Nog weinig bewolking boven Nederland, maar van het zuidwesten uit wordt de bewolking wel dikker. En die wolken die brengen ook wat neerslag, misschien in de loop van de ochtend al wat gespetter in het zuidwesten van het land, maar op de meeste plaatsen blijft het nog droog. Maar vanmiddag dan breidt die neerslag zich langzaam wel wat uit, tegelijkertijd wordt die minder actief. En dat betekent dat lang niet op alle plaatsen er neerslag zal gaan vallen. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 15 graden. De wind is over het algemeen matig en waait uit een zuidelijke richting. Ook vanavond kunnen we nog hier en daar wat gespetter verwachten, maar geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen weer droog. En voorzichtig begint het in het zuidwesten alweer wat op te klaren. De temperatuur blijft vrij hoog, ook in de nacht. Minima liggen rond een graad of 8. Dan morgen wordt het 12 of 13 graden. De zon breekt in de loop van de dag steeds beter door. Het is een vriendelijke dag met een matige wind die uit het zuiden waait. En windkracht 3 tot 4 hebben we op de windmeter staan. In het weekend wordt het dan langzaam wisselvalliger, maar vrijdag blijft het nog heel lang op de meeste plaatsen droog met 13 graden. Zaterdag periode met regen, later op de dag wat opklaringen. Zondag is het minder nat, maar heeft de zon ook weinig ruimte. Temperatuur in het weekend ongeveer 13 graden. Het blijft zacht voor de tijd van het jaar. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.